Goeie middag. Middag. Het is vandaag vrijdag en welkom bij een nieuwe vlog. We hebben gisteren weer voor de Europa Cup gespeeld. En we hebben weer gewonnen, dus we staan nu 3-0. En we speelden tegen Istanbul. En ja, die hebben we dus gewonnen. Dus dat is helemaal super. En we gaan zondag alweer weg naar een ander plaatsje hier in Polen om weer Europa Cup te spelen. En van het team hebben we het vorige keer gewonnen met 7 of zo. Dus het wordt waarschijnlijk weer een spannende wedstrijd. En ja, dan we blijven daar 5 dagen, want dan spelen we ook weer voor de gewone postcompetitie. Oh ja, en oh mijn god, zo dom. Gisteren, we spelen dus Europa Cup. En voor de Europa Cup heb je andere tenuutjes dan voor de normale competitie. De normale Poolse competitie, zeg maar. Dus, ik kom in de kleedkamer en ik zie dat mijn teamgenootje een Europa Cup broekje aan heeft. En de vorige keer had zij ook een Europa Cup broekje aan. Toen we een normale Poolse wedstrijd hadden. En zij echt ja. Dus ik dacht, shit, we spelen Europa Cup. Dus ik had gewoon het hele verkeerde tenuutje mee. Ik helemaal stressen, helemaal stressen. En Cor, de vader en zijn vriendin zijn hier. Dus ik dacht, ja, misschien zijn die nog thuis. Kunnen die hem snel meenemen? Maar ja, ik ben naar buiten gegaan om te kijken waar Cor was. Kwamen ze aanlopen met z'n allen. Dus ja, ik kon ook niet meer. Had gelukkig de manager nog een extra tenue van ons allemaal. Dus ik had zo'n geluk. Echt, ik had zo'n stress. Ik dacht, ja. En nu, maar gelukkig had hij een extra tenue. En ja, wat ik al zei, Cor, haar vader en zijn vriendin zijn hier maandag gekomen. En die gaan dus aankomende maandag gaan ze weer weg. Dus ja, dat is leuk. En we gaan vandaag even Cor de wenkbrauw laten doen. Even naar de mall toe. En dan waarschijnlijk even ergens eten of zo. Yes, I was burned, but I... They are. If I told you that I wanted to see you, if I told you that I'm ready to please you, if I told you that. Goed, het ligt al lekker klaar voor. Het is wel zo goed. Mooi voor je schat. Dus heb je straks een gekrekte wenkie. Ik zoom even in op je wenkjes als je het niet erg vindt. Ja, ze nou je mond afvegen, hè? We hebben lekker bij de Mexican Grill gegeten. Wat zou je zeggen? Is het Mexican Grill? Zeg je mond nou even af. Aan de linkerkant zit een hoopje sperm. Wat? Thuis. Ik wou iets zeggen, maar ik ben dus weer vergeten. Nou, ik weet het niet meer. Maar goed, ik heb een paar dingetjes gekocht en die ga ik dus zo even laten zien. Voor de rest, we zijn de hele dag in de shoppingmall geweest. En we moeten morgen weer trainen, 2 keer. En dan zondag in de ochtend nog een keer trainen en dan vertrekken we. Zo geen zin om fucking 7 uur in de bus te zitten. Oké, ik ga even laten zien wat ik vandaag heb gekocht. Keep trying to cover my eyes.
En ik wou een broek bij de Sara kopen, maar die hadden ze niet meer in mijn maat. En toen, ik had eentje gepast in een medium en hij zat wel oké, maar ik wou dat hij iets langer was. Dus toen dacht ik, ja, ik kan een M bestellen, maar als ik er niet tevreden mee ben, dat is een beetje zonde. Dat was best wel een beetje prijzig. Dus toen hadden ze me naar een andere winkel, naar een andere Sara gestuurd. En ja, daar kwam ik en toen zeiden ze, ja, we hebben de broek hier niet eens meer. Dus gewoon fucking hinderlijk. Weet je, dan ga ik gewoon lekker naar huis toe en dan bestel ik hem wel in Nederland. En dan heb ik hem over 2 weken of zo. We gaan volgende week gaan we lekker terug naar Nederland eventjes. I can't wait. Dit is echt de beste show ooit. Ik was misschien 8 of zo toen dit op tv was. Maar I love it. Het maakt me zo, ik weet niet, happy of zo. Als ik dit kijk. De volgende persoon die nu nog tegen ons loopt te cijferen, gelijk de technische. Dat was de laatste waarschuwing. Ja, ik dacht echt, kill. Ze zaten echt om alles te cijferen. Precies. Speel fysiek dan. Het is ook een beetje een trek. En diegene maakt dan een aanvallende fout. Ja, dan denk ik, ja, oké, is een beetje zo te duwen in de pose. Dan denk ik, oké, nou, daar kan ik gewoon door. Mm. Nou, dan gaat die andere jongen natuurlijk ook terug duwen. En dan is het omhoog. Ja. Dan is het 1 keer de fout. Dan denk ik, dude. Ja, ik heb helemaal mis. Maar bijna. Ja. Oh, kiel, ik was je aan het filmen. Nee. Oké, we zijn in Kedinja. Aangekomen. En this is our room. Super nice. Good morning. Ik wil even kijken hoe laat het is. Ik wil gewoon met de lieve groep. It's 8:40. And we had like Courtney probably had 11 straight hours of sleep and I had 10 hours. So, we're not tired anymore, at least. Because we're always tired. And we had breakfast at 9:30. And practice at 11, so... the game is at 6. So, the sea in Kedinya.
And I'm with Courtney and my girl Ursula. I'm not even having the camera on you anymore. And we won yesterday with 4 points. And it was such a crazy game. Because you wanted that. Dus ja. And it was good that we won it. So. Dick or fuck a hoe? Your shirts be always two sizes too big or one size too small? Too big. It's always too small for me. I always have cropped up. No, I like big clothes. But now I like big clothes more because I got a little thicker. Thick hoe. I don't know. Two sizes too big or one Bro! Size too small? Over here with your fucking cheating toes. These are not cheating toes. But still.
Would you rather live without the internet or live without AC and heating? The AC? Air conditioning. Ah. I'd rather live without air conditioning. I'd rather live without internet. Without AC. Girl, you be like in the Bahamas, it's freaking hot. You be like, at least I have my internet. Ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Dus wat ik gisteren zei is niet waar. Het was gisteren gewoon dinsdag. Maar ik was een beetje in de war, zoals altijd. Het is 10:10 en om 11 uur hebben wij trainen. En dat was voornamelijk stretchen voor de mensen die we hebben gespeeld. En daar word ik dus niet bij. En om 6 uur hebben we weer trainen. En ja, voor de rest hebben we vandaag niet zoveel. Morgen spelen we weer. En dan voor de Europa Cup. En dan gaan we gelijk naar huis. En dan spelen we zondag nog. En dan gaan we eindelijk naar Nederland. Jee. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En het is 9:40. We hebben net ontbeten en Kort ligt nu nog even te slapen weer. En om 11:20 gaan we naar trainen toe. Het is vandaag game day. En daarna gaan we weer 7 uur terug naar huis rijden. We hebben de wedstrijd gewonnen met 7 punten of zo, denk ik. Weet ik eigenlijk niet eens meer. En om 3:00 hebben we een lunch met het team, want ons huisgenootje is jarig. En voor de rest doen we niet zoveel vandaag. Morgen weer, waarschijnlijk 2 keer trainen, zondag wedstrijd en dan maandag naar huis. Dus bedankt voor het kijken, ik hoop dat jullie het leuk vonden. We gaan abonneren op mijn kanaal en alle duimpjes omhoog gaan doen. En dan zie ik jullie snel weer.